overwinning op de Ronde van Twente of met de loopfietsjesrace. Maar hier gaat het gebeuren, 2 juli aanstaande. We gaan voor jullie verschillende kampioenen, wereldkampioenen en NK-mensen langs. We vragen van wat de beste voorbereiding is en dan gaan we het doen. Enter is sinds de vroege tijd heel bekend. Mede door de zompen en de klompen die hier gemaakt werden. Ik ben hier in het Zompenmuseum. En de winnaars van de Ronde van Enter, de Ronde van Twente, dan krijgen een mooie klomp. Dus ben jij degene die hier wint vandaag, dan is deze klomp van jou zaterdag. We zijn hier bij Tom Stamsnijder. En Tom, aan jou de vraag, wat is de beste voorbereiding op een NK? Goed masseren voor de dag van tevoren. Goed zorgen dat je genoeg eet voor de wedstrijd. En tijdens de wedstrijd natuurlijk eten en drinken. En dan kan je winnen? Dan kan iedereen winnen. Iedereen die start, die kan winnen. We hebben te maken met junioren. Geldt dat nog anders als bij wat oudere renners? Nee, drinken en eten is het belangrijkste. Vooral ook al bij de junioren. Ik bedoel, dat is zwaar genoeg. Het kan verschillende weersomstandigheden zijn waardoor je dat toch een verschil kan maken of je wint of verliest. En waarom moeten mensen naar Enter komen? Ja, omdat het prachtig, de mooiste dorp is van heel Nederland. Het mooiste dorp van heel Nederland. Nou, u hoort het. Tom, dankjewel. En we zien je graag zaterdag in Enter. Zeker. We zijn bij Henny Stamsnijder en ook aan Henny de vraag. Henny, wat is de beste voorbereiding op een goed NK? De allerbeste voorbereiding is natuurlijk een meerdaagse wedstrijd te doen. Maar ja, goed, bij junioren valt dat altijd tegen. Dat is maar een heel klein beperkt groepje wat door de Nationale Bond wordt uitgevaardigd om naar het buitenland voor meerdaagse wedstrijden te gaan. Maar een redelijke groot, goed trainingsblok. Tot zeg maar een week voor de kampioenschappen. Dat is natuurlijk altijd het beste. En dan de laatste week platte rust, supercompensatie. En dan de vraag, waarom moeten mensen naar Enter komen? Nou ja, op de eerste plaats natuurlijk om alle toekomstige Nederlandse talenten te gaan zien die hier op zaterdag hun best gaan doen. En ja, natuurlijk uiteraard zullen de familieleden van die talenten er altijd bij zijn. Maar het zou heel erg mooi zijn geweest dat er natuurlijk ook een Entenaar hier in deze kampioenschappen zou zijn. Dat is helaas, heb ik begrepen, niet zo in ieder geval. Maar uitstekend vanuit heel Twente, Overijssel, zullen zeker mensen hier naartoe moeten komen om deze talenten te gaan zien. Nou, dankjewel Henny. Dan gaan wij gaan verder naar de volgende. We gaan naar Bert Boom. En zo gaan we het hele rijtje af om al die adviezen op te volgen en of te horen en nou ja, het is aan de jeugd en de junioren om ze op te volgen. En dan komt het zeker goed. Nu we hier toch zijn in de buurt, dacht ik, we gaan even bij Bert Boom langs. Bert Boom, de wereldkampioen van 1969. Hier is hij. Bert, hoe is het, jongen? Ja, naar de leeftijd gerekend, maak ik niet klaar. Nou, dan ik zie je nog je heel... Je wel naar vragen naar de leeftijd. Hoe oud ben je? 84. Valt nog mee. 84 jaar jong. Ja. En je fietst toch elke dag, want we wonen bij elkaar in de straat. Ja. Dus ik zie je nog heel veel gaan. Ik fiets alle dagen 15 tot 40 kilometer. En is dat dan dichter bij de 15 of bij de 40? Dichter bij de 40. Ja, hij is een oude fanatieke rakker natuurlijk. Maar heel goed, Bert. Je bemoeit je nog een klein beetje met wielrennen en zo. Want je bent onder andere onze man voor dit. Ja. En dat is? De loopfietsrace. Om de jeugd al bekend te maken met sporten. Ja, je hebt dat geïntroduceerd voor enkele jaren. Dan heeft hij dat geïntroduceerd bij ons bij de Ronde van Enter en de Ronde van Twente. En dat is een doorslaand succes. Ja, de belangstelling ook het hele jaar. Dat al vragen, wanneer is de loopfietsrace? Ouders en kinderen zelfs. Nou, hoe gaaf is dat? Maar Bert, we komen eigenlijk voor het NK van aankomende zaterdag.
Hoe kan iemand zich het best voorbereiden op een goed NK? Ik wil je eerst hier de organisatie feliciteren dat de NK hier naar Enter toe gehaald hebben. Want dit is toch wel uniek. En hoe kun je je voorbereiden? Door meer te doen aan een ander. Door mee te doen aan? Meer te doen als een ander, ja, ja. Door meer te doen dan een ander. Ja, dat is... Ja, en eerder te finishen dan een ander. Eerder als de tweede. Nee, maar dat is ook zo. Nee, maar goed, dat is goed. Dus gewoon nog meer voorbereiden dan je eigenlijk van plan was. Ja, natuurlijk. En degene die dan het meeste doet, die is heeft wel kal dat hij wint. Ja. En een wedstrijd lezen of een wedstrijd goed doorzien? Ja, heel belangrijk is om te zien wie er gaat en ook het deelnemersveld te kennen. En ook weten waarop bepaalde renners eigenlijk nu ertussenuit gaan. Hele goede tip. En ik hoop dat ze dat ter harte nemen. Maar je was wereldkampioen in 69, Bert. Ja, dat was in 69. Bijna schrikken dat je zegt. Ja, maar dat zeggen we heel snel. Maar de trui heb je nog. Ja. Hier, oh. Ja, hij hangt er nog steeds. Het is nog steeds geen poetslap geworden. Ik ben er nog steeds trots op. En de mensen die dat zien, die zeggen... Regenboogshirt? Ja, regenboogshirt. Geweldig. En wat is de reden dat de mensen zaterdag naar Enten moeten komen? Omdat hier een uniek festijn is. Vroeger was hier de Ronde van Twente al. Die kwam hier bij het Kerkhof. Daar hadden ze nog een doen met finish bij het Kerkhof. En toen is het later is dat teruggevallen. En nu wordt het helemaal de Ronde van Twente weer opgehaald. En ook de Ronde van Enter. Met daaromheen allerlei soorten programma's. Bert, dankjewel. Ik zie je zaterdag graag. Wees goed voorbereid met je loopfietsjes. Ja. En mensen, zaterdag komen, want deze meneer is zaterdag op de Bonnebroekseweg. Precies. Nou, we hebben al wereldkampioen gehad, we hebben een Nederlands kampioen gehad en we hebben nog een Nederlands kampioene. En dat is deze schoonheid, dat is prinses van de familie Eggerink. En ook aan haar de vraag, hoe bereid je je beste voor op een NK? En waarom moeten de mensen naar Enter komen? Om die koe te zien natuurlijk. Om de koe te zien, maar ook om wielrennen te kijken? Ja, natuurlijk. Prinses, wat een beauty. En daar zijn we gewoon trots op hier in Twente, in Enter, op mooie koeien, goede koeien en op de boer. Daar houden we van. Jullie hier? Hier. Wat brengt jullie hier? Ja, in het prachtige dorp zijn we altijd natuurlijk. In het prachtige dorp zijn jullie altijd. Nou, het is mooi dat ik jullie zie, want ik ben even bezig voor de NK. Ja. Wat is volgens jullie de beste voorbereiding op een goed NK? Nou ja, goed trainen is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik denk dat je zeker op dit mooie rondje hier rond Enten parcoursverkenning ook wel erg belangrijk gaat zijn. Hilsen? De laatste dagen goed uitrusten, dat je fris aan de start staat. Goed uitrusten en fris aan de start. En waarom moeten de mensen nog meer naar Enten komen? Het is gewoon prachtig hier. En het gaat waarschijnlijk één spektakel worden op het NK. Ja, gezellige sfeer denk ik dat het gewoon wordt. En ik denk dat je er gewoon bij moet zijn om de mooie koersen te beleven hier. Nou, top. Dank jullie wel en doe lekker waar je mee bezig was. Precies, gaan we weer. Doei, hè. Doei. Deze werf is een werf nagebouwd van vroeger, zeg maar. Vroeger dan werden hier zompen gemaakt. En nou ja, die geschiedenis willen we niet te loor laten gaan. En dit ligt aan het parcours van de cross van de Gerrit Pluijmen senior nationale crossrit deze winter. Maar ook is er hier hardlopen. Je kan hier eigenlijk van alles. En dit was ook het decor voor de avondetappe van afgelopen jaar. Dus ja, allemaal in Enter, hè? Zijn ze gek op. Beste voorbereiding op een NK? Nou, het liefst zou ik zeggen, je moet een aantal etappekoersen voor die tijd hebben gereden. Je moet dan de laatste week goed herstellen, dan kom je goed beslagen ten ijs. Oké, en waarom moeten de mensen naar Enter komen? Het mooiste wielerdorp van Twente. En daar komen de goede wielrenners vandaan. Natuurlijk ook uit Denenkamp, daar hebben we net een nieuwe kampioen, Jelle Johanning. Maar
Overijssel staat aan de top met het leveren van goede wielrenners. We hebben hier ook twee natuurlijk, Rick en Ilse Pluimers. Die laten zich ook voortdurend gelden. Okay. En dat moeten we hebben. Hans Boom, voormalig Nederlands kampioen wielrennen bij de amateurs. Wat is de beste voorbereiding op een NK? Ja, wil je een trui in de binnenhalen, zou ik zeggen van ga achter een brommetje trainen en probeer een etappewedstrijd te krijgen van tevoren. Dan kan je dat opleveren misschien. Zo'n echte Nederlands kampioen trui? Ja. Ben je trots op Hans? Nou ja, kijk, het mooie is in het wielrennen, als je een trui wint, dan mag je daar een heel jaar mee rijden. En dat is echt een fijne manier om dan weer aan wedstrijd mee te doen. 40 jaar geleden is dit? Dat is bijna op de kop af 40 jaar geleden. 3 dagen langer. En wat is de reden dat de mensen naar Enten moeten komen? Nou, wij gaan naar Enten natuurlijk om de jonge talenten te zien. De jonge Mathieu van der Poels. Want die willen wij ook aan het werk zien. En die willen wij ook graag zien als ze later goede beroepsrenners zijn. En daar buiten kijf is natuurlijk Enten het dorp van Nederland voor wielrennen betreft. Oh. En dat is in het verleden geweest en dat gaan we nu ook zeker weer waarmaken. Wij zien u graag 2 juli hier bij de Ronde van Enter, de Ronde van Twente en het NK. U kunt hier shoppen, u kunt hier eten, u kunt hier fietsen, u kunt hier lopen. Kortom, in Enter kan je alles. Kom naar Enter! Hallo, Geert Pluimers hier van de Ronde van Twente, Ronde van Enter. En zoals beloofd, een paar weken terug zouden we nog weer wat doen met Herman Snoeyink. En dat ga ik ook doen. En deze keer gaat het gewoon over hemzelf. De wielrenner Herman Snoeyink, zijn carrière kent geen grenzen. Het enige wat hij dan misschien niet is geweest, dat is prof. Maar ik beloof u, en velen van u weten dat, dat hij natuurlijk waanzinnig prestaties heeft geleverd. En ik noem het nog maar een keer weer, 365 overwinningen. U hoort het goed, 365 overwinningen. 5 keer Nederlands amateurkampioen. 2 keer de Ronde van Overijssel. Hij won een etappe van Olympia's Tour. Dat deed hij dus allemaal naast zijn werk als docent bij het VMBO in Oldenzaal. Dus daarnaast. En mensen begeleiden doet hij als hobby. Waar een ander dik geld vraagt, zegt hij, nee, dat is mijn hobby. Ik doe dat gratis. Nou, echt waar, ik zit hier bij een van de grootste coryfeeën op wielergebied van, in ieder geval van Oost-Nederland, zo niet van Nederland. En het doet mij deugd om hier te zijn. Ik heb in een vorige vlog al een keer gezegd dat hij, we zitten samen in de organisatie van de Ronde van Enter en de Ronde van Twente. Daar zijn wij 6 jaar geleden zijn wij samen daaraan begonnen. En met heel veel mensen. En dat gaat best leuk. En alleen, nou ja, 2020 dus een keer niet. In verband met corona. Maar ja, dat hadden we al zo vaak gehoord. Dus ja, we zitten nog steeds 1,5 meter van elkaar. En ik ga hem toch nog even spreken over zijn carrière. En over wie Herman Snoeyink is. Herman. Goedemiddag. Wie is Herman Snoeyink? Ja, dat is inmiddels al een oude man van bijna 69. Dus heel veel ambities hoef ik niet meer te koesteren natuurlijk. Anders dan lekker oud worden samen met mijn vrouw en genieten van de kinderen en kleinkinderen. Op wielengebied ben ik vooral, dat probeer ik althans gezond te trainen. Om de andere dag fiets ik een uurtje of 2. Nog steeds. En hoeveel kilometer? Nou, ik fiets rustig met een gemiddelde van zo'n 25. Dus ik maak me niet te druk. En als er al een keer een viaductje aankomt, dan sprint ik daar een keer tegenop. Maar dan houdt het ook op. Dus ik probeer wel gezond te blijven. Dat is de belangrijkste optie op dit moment. Hoe is jouw carrière begonnen, Herman? Ik ben eigenlijk door een broer van Henny Kuiper aan het fietsen gekomen. Want we hadden vroeger de Tour de Junior in Achterveld.
Dat was een zesdaagse wedstrijd voor beginnende renners tot 13 jaar, geloof ik dat ongeveer was, of 14, dat weet ik niet precies meer. En Henny Kuiper en ook Ben Wigger, helaas overleden, ondanks jammerlijk. Theo Meijer uit Denenkamp, Benny Wolkotte, die hadden daar allemaal gefietst. En je bent dan een week lang in de kost bij mensen in Achterveld. En dan heb je elke dag een etappe. En daar ben ik begonnen door de broer van Henny. Die wou daar naartoe. En ja, die raadde mij aan omdat ik bevriend was met: koop jij ook een fiets? Ja, maar ik mocht niet, hè, van mijn ouders. Oh. Ik mocht niet. Ben je te duur of te gevaarlijk? Nee, te gevaarlijk, de fietsen. Dat begint niet aan. Maar ja, lang genoeg gezeurd. Ik toch een fietsje gekocht van Martin Geeling hier uit Denenkamp, jongen die toen fietste. 40 gulden, kromstuur zat erop. En trainen, hè. Hard fietsen, dat, ja, wat moest je doen? Ja, zo hard mogelijk fietsen, dat deed je dan. Elke dag een uur, anderhalf. En zo begon mijn carrière als wilde renner. De Ronde van Rijzen kan ik me nog herinneren. De eerste ronde die ik reed hier in de buurt was de Lutte. Daar reed ik de hele wedstrijd alleen voorop. Pakte ze me in de laatste ronde terug, maar wist ik nog de sprint te winnen. Zo begon het. Reed ik met lange Noorse sokken aan tot hier. Het was een geweldig begin. Nou ja, een jaar aspirant. Ja, je had nog veel te weinig wedstrijden hier reed, want je moest wel zelf zorgen dat je daar kwam natuurlijk. En mijn vader die... En hoe kwam je daar? Veel op karwei. Ja, mensen vragen. Mijn vader kon wel eens mee, maar niet elke keer. En deed ik veel met Tony Bruns hier in Denenkamp. Met z'n tweeën gingen wij naar de wedstrijden toe. Als aspirant heb ik één wedstrijd gewonnen in Seerenbergen. Een van de mooiste wedstrijden die ik kon winnen. Natuurlijk bergop. Als nieuweling eerstejaars ook... Eén wedstrijd, toen klopte ik de Nederlandse top in Ede met Kneteman, Piet Neeskens, Ben Juriaans, die toen al heel vroeg overleden is. En als tweedejaars nieuweling won ik 13 keer. En toen begon het, toen werd ik amateur, was ik 18 jaar. Nee, ik was nog geen 18. Werd ik al Twents kampioen voor Gerrit Levering en voor Henny Kuiper en voor Henk Nieuwkamp, dat soort mannen. Dat was prachtig. Zeg, ik was een heel schriel manneke in die tijd. Dat zegt hij met een lach op zijn gezicht natuurlijk. En dat is natuurlijk ook geweldig. Ik herinner je nog een keer, heb ik je al eens eerder verteld, dat ik een keer een fiets moest lenen voor oom Johan Pluimers. En als ketting. Wat zegt ketting, zeg je al wat? Ketting is de ploeg waar ik begonnen ben. Okay. Als amateur. Henk Nieuwkamp werkte daar bij Ton Ketting uit Didam. Dat was een koperslagerij. Die had een goedlopend bedrijfje. En Henk Nieuwkamp fietste daarbij en die vroeg mij of ik bij die ploeg wilde komen rijden. En dat hebben we... met een aantal renners hier uit de buurt gedaan. Henny Kuiper is daar begonnen. Eens kijken wie nog meer. Frits Schuur is daar begonnen. Arie Hassing is daar zelfs ook begonnen. En ja, dat was een gerenommeerde ploeg in die tijd. Waar ook Jan Haling fietste, die onlangs helaas is overleden. Een hartaanval en een hersenbloeding erachteraan gehad. Dus die is een paar weken geleden naar het ziekenhuis of naar het kerkhof gebracht. Jammer genoeg. En ja, zo begint dan je carrière. En, dan ja, word je amateur? Dan ben je amateur en dan ga je wat grotere wedstrijden rijden. Maar ik als onderwijzer, in die jaren nog voor de basisschool hier in Denenkamp, had je natuurlijk niet zoveel tijd om te trainen. En ik had ook al helemaal geen tijd, bijna niet, om etappekoersen te rijden. Want daar word je natuurlijk echt sterker van. En dat heb ik ook niet veel gedaan. Ik heb 2 keer Olympia's Tour gereden. Ik heb 3 keer de Rijnland-Vals, een van de zwaarste koersen in Europa, gereden met, samen met de Vredeskoers. En ik heb de Milk Race gereden in Engeland. En nog een keer een kleine etappekoers in Noorwegen. Meer niet. Dus eigenlijk achteraf zeg ik altijd bij mezelf, ik had nog veel meer groei kunnen doormaken. Maar goed, ik was een fanatieke trainer. En wij hadden in die tijd ook Henny Kuiper, Ton Wissing en Tony Bruns en ik een vooruitstrevende trainer. Broer Oude Keizer uit Oldenzaal. Was baanrenner geweest, prof baanrenner. En die reed met ons van in de jaren 70, begin jaren 70, op de woensdagmiddag intervaltraining. Was niet bekend nog in de wielrennerij. En dan deden wij dingen, nou, we hadden af en toe dat we echt duizelingen in het hoofd hadden. En dan kwam hij altijd weer met een dropje, haalde hij uit de zak en dan, even jongens, we gaan even rustig fietsen. En dan gingen we een stukje verder en dan begon het weer. Hè. Dan dreven we 3 series van 10 sprints snel achter elkaar, eindigen met een achtervolging. Jammer genoeg is die man al op 60-jarige leeftijd overleden. Nou, en dat jaar dat we die beestachtige zware trainingen deden, werd Kuiper ook Olympisch kampioen in München. Dat was een geweldige tijd. Nou, bij mij ging mijn carrière toen verder. Tweede jaar won ik 3 wedstrijden, derde jaar 8. We begonnen met 20, 22, 27. Ik won op enig moment 24.
30 wegwedstrijden op de weg en in diezelfde winter 16 crossen. Ja, was je nog wel eens thuis? Ja, ik stond voor de klas hier in Denenkamp, dus ik was tussen de middag thuis ook voor de kinderen. Oh, ja. En 's avonds ook wel. Tuurlijk ben je ook veel weg. En in het weekend rij je wedstrijden. Met Hassink, Vaanholt, Mulman reed ik veel samen, ook Jos Lammerting. Hoewel ik in de eerste jaren van mijn carrière altijd alleen heb gefietst in die criteriums ook. Hè. Niemand had ik nodig. Maar later stonden we elkaar soms naar het leven in de wedstrijden. Dat ging zoveel dat we elkaar bekant de bocht uitreden. En toen hebben we uiteindelijk maar toen ging het verstand ging over. De ratio ging bovenkomen. Gingen we de boel bij elkaar leggen. Gingen we een beetje samenrijden in de wedstrijden. Maar dat gebeurde toch al in Brabant heel veel. En toen ging het gewoon verder met winnen. Geweldig. Maar is dat jouw carrière? Was dat ook de reden dat je met Hans Boom, met Tony Kroeze en Joop Holbert, Harry, dat jullie de Ronde van Twente zijn begonnen? Gewoon voor de promotie of hoe wij zijn? Wij zijn 6-7 jaar geleden, geloof ik, dat wij met de Ronde van Twente zijn begonnen. Dat wil zeggen, Tony Kroeze is de aanleiding, is de gangmaker. Ja. Die heeft ons op enig moment samengeroepen in de kantine van de Zwaluw Almelo, waar wij aanwezig waren, Henk Boeven, Erik Sen, Tony Kroeze, Hans Boom en ik zeg te gek, en ik weet niet wie er nog meer bij zat. Zo hebben we het plan geopperd omdat we zelf zoveel aan de wielersport te danken hebben gehad, ook wat terug te doen. En juist voor de nieuwelingen, junioren, is er in het oosten van het land, of was er toen in het oosten van het land, geen klassieker. En we hebben natuurlijk een prachtige omgeving rondom Enter, Markelo. Dat hebben we dus van de grond getild. Jammer genoeg, Erik Sent en Henk Boeven zijn afgehaakt. We bleven met z'n drieën over, Hans Boom, Tony Kroeze en ik. En we hebben de ronde van Enter, het bestuur daarvan, gevraagd of die met ons mee wilde denken. En die wilde dat heel graag. Die hebben twee mensen bij ons in het bestuur gezet. Ja. René Lammerting en Herman Pleumers. Ja. We hebben ook heel veel hulp gehad nog van Harry Middeljans, die ons in de beginfase heeft mee helpen opstarten. Ja. En Bernard Kobus, de oud-burgemeester van Wierden. Van grote waarde. Die ons adviseert nog steeds. Mooi. Dat heeft onze wedstrijd samen met de Ronde van Ende tot een prachtig evenement gemaakt. Ja. Ik zit zelf ook in de organisatie, maar ik denk dat we het heel goed doen samen. Ja. En ik hoop dat we samen nog heel lang volhouden. En ik vond het fijn dat jij dat we jou weer konden interviewen. Dit is niet het laatste interview, Herman, want ik kom over na de zomer weer bij jou terug als de wedstrijden beginnen. Prima. Want ik wil jou ook een keer zien in het veld. Dus live trainen. Heel goed. Ja? Prima hoor. Goed zo. Nou ja, goed, daar ben ik weer. Herman Snoeijink. Ja, dat is een interessante figuur. Ik kan dat in een paar minuten natuurlijk niet vastleggen. Maar zoals gezegd, ik ga hem een keer volgen. We gaan buitenaf een keer, of bij de cross, misschien moeten we eens een keer een workshop met hem organiseren met wat jongens. En dan ga ik hem weer volgen. Dus ik maak een serie over Herman Snoeijink. Ik ben er nu mee begonnen. We maken het zeker nog 2-3. Vloggen met Herman, maar anders duurt het allemaal te lang. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer. De meeste mensen denken dat ze heel veel geld nodig hebben. Dat ze in één keer 100.000 euro moeten inleggen als ze willen beginnen met beleggen. Maar de kracht is juist om elke maand een klein bedrag in te leggen. Compounden werken ze stil. Hallo, Geert Pluimers hier van de Ronde van Enter, Ronde van Twente. En ja, ik heb weer een vlogje gemaakt. Mijn naam is Harverwijk. Ik ben vandaag op bezoek bij een jongeman in Hellendoorn. En wel bij Pim Rommelaar. En Pim is 18 jaar oud en een beloftevolle renner uit het oosten des lands. Hij was in 2018 Europees kampioen veldrijden. En hij is in 2019 Nederlands kampioen veldrijder geworden. Hij is een groot talent. En hij won maar liefst 6 keer in 2019, inclusief zijn thuiswedstrijd in Nijverdal, de cross van Nijverdal. En daarnaast behaalde hij nog een vijfde plek op het WK. Dus hij is goed bezig, deze jongeman. En hij zit tegenover mij. En daarom
komt hij er nu aan en ik ga even kijken of hij goed in beeld is. Zo, ik ga je een beetje dichterbij halen. Heeft ervoor gezorgd, Pim, zodat we ons dat we je allemaal goed zien. Ja, daar zit hij. Als jij je afvraagt. Pim, fijn dat je bij je mag komen. Geen dank. Dan is het antwoord. En ja, we vragen ons dan af wat doet de jeugd in de tijd dat er geen wedstrijden zijn. En dus jouw naam kwam voorbij. Dus ik denk, ik ga even naar Pim. Pim, hoe ziet jouw leven eruit op het moment? Veel trainen, wat doe je? Ja, voor mij is er niet zo heel veel veranderd. Ik deed altijd, ik sta erop, je traint. Smiddags doe je een dutje of zo en dan ga je nog een keer trainen. Maar voor de rest, voor mij is er niet veel veranderd. Ik train, ik rust goed en ik eet goed. Oké, en school? School ben ik vorig jaar heb ik dat afgesloten, een diploma gehad. Dus. Wat heb je gedaan? Handel en commercie. Handel en commercie, dus hij gaat voor het grote geld. Grote vader je fietst op het moment voor Pauls Sausen Bingo Cycling Team. En daar ben je dus zeer succesvol in. Mijn vraag is, dat is, dus is er verschil tussen de PIM van voor en na het Europees kampioenschap? Ja, dat denk ik wel. Vooral qua aandacht. Ik sta natuurlijk iets meer in de picture na dat EK. In het begin had ik er wel een beetje lastig mee. Maar nu maak ik me niet zo heel veel druk om. En maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat mensen van mij vinden. Dat was toen voor het EK wel. Maar dat was misschien het enige. Ik denk dat ze wel wat positiefs van jou vinden. Slaap je nog in je Europese kampioenschap? Nee. Niet meer? Ik heb één nacht gedaan. Toen ik hier 's middags thuis kwam, heb ik er een nachtje in geslapen. Dat zegt altijd dat het moet. Gelukkig ben. Dat heb ik gedaan. Voor de rest hangt hij nu van boven aan de haak. Oké. En is er een soort van geheime superkracht waar je over beschikt? Is er iets waar je van zegt, van, nou, dat helpt mij enorm? Ik denk tijdens het parcours voor de wedstrijd spreek ik natuurlijk met trainers om een stuk eruit te pikken waar je alles gaat geven en de rest rij je ook gewoon een hoog tempo voor alle rondes. Ik denk dat dat mijn superkracht is en dan zijn het vooral de loopstukken denk ik. Ik kan goed lopen en daar kan ik dan het verschil maken. Oké, en als je door de tijd kon reizen, welk advies zou je dan jezelf geven? Ik denk rustiger blijven. Tijdens de wedstrijden, vooral voor de wedstrijd, ben ik vaak nog redelijk zenuwachtig en een beetje gestresst en opgefokt. Dan moeten mensen niet dingen tegen mij zeggen wat niet met de koers heeft te maken. Dan wil ik gewoon echt alles op de koers zetten en niks anders. Dus dan zou je dan jezelf adviseren? Ja, rustig en blijven. En noem eens één ding dat mensen waarschijnlijk nog niet wisten. Klik op de link hieronder. Sinds kort ben ik met een vriend een beetje aan het ondernemen via internet, e-commerce. Dus die opleiding komt al goed van pas. Dus dat ben ik sinds kort een beetje aan het doen. Dat kan nu mooi omdat het iets rustiger is. In welk gebied? Geen wedstrijd heb. Dropshipping. Dat is, wij verkopen dan zwembaden en zomerproducten. Kijk. Dus want dan komt de volgende vraag. Waar zie jij jezelf over 10 jaar? Ja, dat is nu lastig hè. Nee, het hoofddoel is gewoon de cross. Ik hoop dat daar ook verder kan komen. En binnen een aantal jaar gewoon constant bij de eerste 5 bij de elite te zitten. Dat lijkt me gewoon een mooi doel. En ook een realistisch doel, denk ik. Ik denk dat het misschien op korte termijn al wel, wel redelijk mooi. Korte termijn is dan misschien 5 jaar of zo. Okay. Dat wel mogelijk. Wat is jouw slechtste gewoonte? Ik kan niet tegen een verlies. Is dat een slechte gewoonte? Ja, weet ik niet. Soms, ja. Misschien onsympathiek af en toe. In de koers is het geen slechte grote, maar thuis met spelletjes dan. Oh, oké, op die manier. Ja, ik moet alles wat ik doe nog winnen. Hoeveel cirkels? En stel dat je nog een goed gesprek met iemand kon houden, met wie zou je dat doen? Dead or Alive, ik bedoel, stel eens voor. Opa Gerrit, die ging altijd, die had Alzheimer. Dus is een rotziekte. En ik was nieuweling, denk ik. Ik had 6, 7, nieuweling. En die ging altijd mee naar de koers. Die zat hier in thuiszorg. En die vond dat daar niet mooi. Dus altijd als wij zaterdag zeiden van zaterdag ga je weer mee naar de wedstrijd. En zeiden we van 9 uur komen we aan. Dan stond hij achter al voor het raam te kijken of wij eraan kwamen. En daar zou ik al. Ik vind het jammer dat hij dit niet allemaal meemaakt wat ik nu meemaak. Ja, dat is ook. Een plek op een WK en dat soort dingen. Dus, ik kan me dat heel goed voorstellen. Wat is je favoriete muzieknummer? Ik luister de laatste tijd veel house. Dat is van Klaus Veen, moet ze maar eens opzoeken. Okay. Dat vind ik lekker om te luisteren, lekker rustig.
maar wel een beetje tempo erin. Tot de tweede. En wat is het eerste wat je zou invoeren als je de baas van de wereld zou zijn? Dat is een lastige vraag. Ja. Ik ben nu begonnen met ondernemen, geen belasting betalen, maar dat... dat is een heel goeie. Nou, wat lastig, ja. Maar dat dan, denk ik, okay. Zoiets. Nou, wil je nog ergens op terugkomen? Ja, als mensen nog iets nodig hebben in de zomer qua producten, zwemproducten of dat soort dingen, ga dan naar onze website Zwembad Express en dan... misschien dat we je daar terug vinden. Hoeveel cirkels met middelpunt 2-0? Een straal. Dat mocht hij niet doen. Dat mocht hij niet doen. Maar hij doet het wel. Pim Ronnaar. Jonge ondernemer. Een jonge gast. Een goede gast. Hij is, ik denk dat we nog heel veel van hem gaan horen. En we zien hem graag in de toekomstige wedstrijden. Dankjewel voor jullie aandacht. En binnenkort graag tot ziens in een andere vlog. Als je goed kijkt, dan is er maar één mogelijke cirkel die eraan raakt. En dan kun je dat zo schetsen. Jou gaf deze rare nieuwe pomp voor mijn verjaardag. En eerst vond ik het maar een beetje een gek cadeau. Achteraf gezien leek het een van de meest nuttige cadeaus te zijn die ik ooit heb gekregen. De Evo Pro X is een handige draadloze pomp. Waarmee je autobanden, fietsbanden, zwembaden en vrijwel alles waar lucht in gaat eenvoudig en snel kunt oppompen. Hij is compact, draadloos en heeft een handig LCD-schermpje waar je de luchtdruk op kunt aflezen. En is super eenvoudig te gebruiken. Het werkt als volgt. Haal het uiteinde van de slang uit de pomp en plaats deze op het ventiel. Zet de pomp aan, stel de gewenste druk in en start de pomp door op de middelste knop te drukken. De pomp stopt automatisch zodra je band de juiste spanning heeft. Je kunt dus voortaan waar en wanneer je wilt de bandenspanning controleren of bijvullen, zonder daarvoor speciaal naar het tankstation te hoeven rijden. Het geheim zit hem in het revolutionaire ontwerp. Deze krachtige motor levert maar liefst 150 PSI, waardoor je al je banden in no time op de juiste spanning hebt. Het maakt het op spanning houden van mijn banden zoveel makkelijker. Ik vroeg mezelf af, waarom hebben ze dit niet eerder uitgevonden? Want meerdere onderzoeken wijzen uit dat als je je autobanden elke 2 maanden oppompt, je al snel zo'n €60 per jaar bespaart. Dat is dus een tientje per keer. Ik bedoel, we zijn al genoeg geld kwijt aan brandstof, toch? Nu ik de Evo Pro X heb, is het bijhouden van mijn bandenspanning een kleine moeite. Ik gebruik de Evo Pro X voor werkelijk alles waar lucht in gaat. De auto, mijn motor, de fiets, het zwembad en zelfs opblaasbaar speelgoed. Het mooiste is dat hij zo compact is dat hij gemakkelijk in mijn fietstas of dashboardkastje past. Perfect dus voor onze fietsvakantie die gepland staat deze zomer. Ik heb niet veel tijd meer. Dus als je klaar bent om de Evo Pro X te bestellen voor jezelf of voor een geliefde, dan is dit het beste moment. Want de komende dagen heeft het bedrijf een aanbieding lopen op het product. Klik op de bestel nu knop onder deze video en je kunt hem bestellen met 50% korting. Voor een beperkte tijd. En tuurlijk, misschien zie je jezelf niet snel een band oppompen. Hoe zit het met je partner, vader, opa, broer of vriend? Zie hun gezicht eens voor je als ze jouw cadeau openen en beseffen dat jouw cadeau, naast al het gemak, ook nog eens jaarlijks geld zal besparen. Zou dat het niet waard zijn? We weten tenslotte allebei dat de prijzen voor brandstof momenteel door het dak gaan. Dus waarom bespaar je jezelf of je geliefde niet wat geld door de banden op spanning te houden met deze handige pomp? Aangezien het gaat om een tijdelijke aanbieding, kan ik niet beloven dat de Evo Pro X nog op voorraad is tegen de tijd dat jij deze video te zien krijgt. Maar je kunt de beschikbaarheid controleren door te klikken op de bestel nu knop hieronder. Dus onderneem nu actie en bestel het beste cadeau van 2022 met een enorme korting. De kans dat hij naar voetbal kijkt, niet naar voetbal kijkt en jongen is. Niet naar voetbal kijkt en jongen is 15. Ja, welkom in onze vlog over de Ronde van Enter, de Ronde van Twente en het NK. Als jullie 2 juli hier staan, want hier gebeurt het, dit is de Bordnebroekseweg. Deze lijn is de lijn tussen jouw nationaal kampioenschap, jouw winning, overwinning op de Ronde van Twente of met de loopfietsjesrace. Maar hier gaat het gebeuren, 2 juli aanstaande. We gaan voor jullie verschillende kampioenen, wereldkampioenen en NK-mensen langs. We vragen van wat de beste voorbereiding is en dan gaan we het doen. De horizontale rechten, ijsgerecht aan de functie en van het en de verticale rechten door het minimum en maximum. Enter is sinds de vroege tijd heel bekend, mede door de zompen en de klompen die hier gemaakt werden. En ik ben hier in het Zompenmuseum. En de winnaars van de Ronde van Enter, de Ronde van Twente, dan krijgen een mooie klomp. Dus ben jij
degene die hier wint vandaag, dan is deze klomp van jou zaterdag. We zijn hier bij Tom Stamsnijder. En Tom, aan jou de vraag, wat is de beste voorbereiding op een NK? Goed masseren voor de dag van tevoren. Goed zorgen dat je genoeg eet voor de wedstrijd. En tijdens de wedstrijd natuurlijk eten en drinken. En dan kan je winnen. Dan kan iedereen winnen. Iedereen in die stad die kan winnen. We hebben te maken met junioren. Geldt dat nog anders als bij wat oudere renners? Nee, drinken en eten is het belangrijkste. Vooral ook al bij de junioren. Ik bedoel, dat is zwaar genoeg. Het kan verschillende weersomstandigheden zijn waardoor je dat toch een verschil kan maken of je wint of verliest. En waarom moeten mensen naar Enter komen? Ja, omdat het prachtig, de mooiste dorp is van heel Nederland. Het mooiste dorp van heel Nederland. Nou, u hoort het. Tom, dankjewel. En we zien je graag zaterdag in Enter. Zeker. We zijn bij Henny Stamsnijder en ook aan Henny de vraag. Henny? Wat is de beste voorbereiding op een goed NK? De allerbeste voorbereiding is natuurlijk een meerdaagse wedstrijd te doen. Maar ja, goed, bij junioren valt dat altijd tegen. Dat is maar een heel klein beperkt groepje wat door de Nationale Bond wordt uitgevaardigd om naar het buitenland voor meerdaagse wedstrijden te gaan. Maar een redelijke groot, goed trainingsblok. Tot zeg maar een week voor de kampioenschappen. Dat is natuurlijk altijd het beste. En dan de laatste week platte rust, supercompensatie. En dan de vraag, waarom moeten mensen naar Enter komen? Nou ja, op eerste plaats natuurlijk om alle toekomstige Nederlandse talenten te gaan zien die hier op zaterdag hun best gaan doen. En ja, natuurlijk uiteraard zullen de familieleden van die talenten er altijd bij zijn. Maar het zou heel erg mooi zijn geweest dat er natuurlijk ook een Entenaar hier in deze kampioenschappen zou zijn. Dat is helaas, heb ik begrepen, niet zo in ieder geval. Maar uitstekend vanuit heel Twente, Overijssel, zullen zeker mensen hier naartoe moeten komen om deze talenten te gaan zien. Nou, dankjewel Henny. Dan gaan wij gaan verder naar de volgende. We gaan naar Bert Boom. En zo gaan we het hele rijtje af om al die adviezen op te volgen en of te horen en... Nou ja, het is aan de jeugd en de junioren om ze op te volgen. En dan komt het zeker goed. Nu we hier toch zijn in de buurt, dacht ik, we gaan even bij Bert Boom langs. Bert Boom, de wereldkampioen van 1969. Hier is hij. Bert, hoe is hij, jongen? Ja, naar de leeftijd gerekend, maar ik niet klaar. Nou, dan ik zie je nog je heel... Je wel naar vragen naar de leeftijd. Hoe oud ben je? 84. Valt nog mee. 84 jaar jong. Ja. En je fietst nog elke dag, want we wonen bij elkaar in de straat. Ja. Dus ik zie je nog heel veel gaan. Ik fiets alle dagen 15 tot 40 kilometer. En is dat dan dichter bij de 15 of bij de 40? Dichter bij de 40. Ja, hij is een oude fanatieke rakker natuurlijk. Maar heel goed, Bert. Je bemoeit je nog een klein beetje met wielrennen en zo. Want je bent onder andere onze man voor dit. Ja. En dat is? De loopfietsrace. Om de jeugd al bekend te maken met sporten. Ja, je hebt dat geïntroduceerd voor enkele jaren. Dan heeft hij dat geïntroduceerd bij ons bij de Ronde van Enter en de Ronde van Twente. En dat is een doorslaand succes. Ja, de belangstelling ook het hele jaar. Dat het al vragen, wanneer is de loopfietsrace? Ouders en kinderen zelfs. Nou, hoe gaaf is dat? Maar Bert, we komen eigenlijk voor het NK van aankomende zaterdag. Hoe kan iemand zich het best voorbereiden op een goed NK? Ik wil je eerst hier de organisatie feliciteren dat de NK hier naar Enter toe gehaald hebben. Want dit is toch wel uniek. En hoe kun je je voorbereiden? Door meer te doen dan een ander. Door mee te doen aan? Meer te doen als een ander, ja, ja. Door meer te doen dan een ander. Ja, dat is... ja, en eerder te finishen dan een ander. Eerder als de tweede. Nee, maar dat is ook zo. Nee, maar goed, dat is goed. Dus gewoon nog meer voorbereiden dan je eigenlijk van plan was. Ja, natuurlijk. En degene die dan het meeste doet, die is hij heeft wel kans dat hij wint. Ja. En een wedstrijd lezen of een wedstrijd goed doorzien?
Ja, heel belangrijk is om te zien wie er gaat en ook de deelnemersveld te kennen. En ook weten waarop bepaalde renners eigenlijk nu ertussenuit gaan. Hele goede tip. En ik hoop dat ze dat ter harte nemen. Maar je was wereldkampioen in 69, Bert. Ja, dat was in 69. Bijna schrikken als je zegt. Ja, maar dat zeggen we heel snel. Maar de trui heb je nog. Ja. Hier, oh. Ja. Hij hangt er nog steeds. Het is nog steeds geen boetelap geworden. Ik ben er nog steeds trots op. En de mensen die dat zien, die zeggen... regenboogshirt? Ja, regenboogshirt. Geweldig. En wat is de reden dat de mensen zaterdag naar Enten moeten komen? Omdat hier een uniek festijn is. Vroeger was hier de Ronde van Twente al. Die kwam hier bij het Kerkhof. Daar hadden we nog met finish bij het Kerkhof. En toen is dat later is dat teruggevallen. En nu wordt het helemaal de Ronde van Twente weer opgehaald. En ook de Ronde van Enter. Met daaromheen allerlei soorten programma's. Bert, dankjewel. Ik zie je zaterdag graag. Wees goed voorbereid met je loopfietsjes. Ja. En mensen, zaterdag komen. Want deze meneer is zaterdag op de Bonnebroekseweg. Precies. Nou, we hebben al wereldkampioenen gehad, we hebben Nederlands kampioenen gehad en we hebben nog een Nederlands kampioene. En dat is deze schoonheid, dat is prinses van de familie Eggerink. En ook aan haar de vraag, hoe bereid je je beste voor op een NK? En waarom moeten de mensen naar Enter komen? Om die koe te zien natuurlijk. Om de koe te zien, maar ook om wielrennen te kijken? Ja, natuurlijk. Prinses, wat een beauty. En daar zijn we gewoon trots op hier. In Twente, in Enter, op mooie koeien, goede koeien en op de boer. Daar houden we van. Nou, jij ook hier. Jullie hier? Ja, hier. Wat brengt jullie hier? Ja, in het prachtige dorp zijn we altijd natuurlijk. In het prachtige dorp zijn jullie altijd. Precies. Nou, het is mooi dat ik jullie zie, want ik ben even bezig voor de NK. Ja. Wat is volgens jullie de beste voorbereiding op een goed NK? Nou ja, goed trainen is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik denk dat je zeker op dit mooie rondje hier rond Enten, parcoursverkenning ook wel erg belangrijk gaat zijn. Hilse? De laatste dagen goed uitrusten. Dat je fris aan de start staat. Goed uitrusten en fris aan de start. En waarom moeten de mensen nog meer naar Enten komen? Het is gewoon prachtig hier. En het gaat waarschijnlijk één spektakel worden op het NK. Ja, gezellige sfeer denk ik dat het gewoon wordt. En ik denk dat je er gewoon bij moet zijn om de mooie koersen te beleven hier. Nou, top. Dank jullie wel en doe lekker waar je mee bezig was. Precies, gaan we. Hey, doei hè. Doei. Deze werf is een werf nagebouwd van vroeger, zeg maar. Vroeger dan werden hier zompen gemaakt. En nou ja, die geschiedenis willen we niet te loor laten gaan. En dit ligt aan het parcours van de cross van de Gerrit Pluijmen senior nationale crossrit deze winter. Maar ook is er hier hardlopen. Je kan hier eigenlijk van alles. En dit was ook het decor voor de avondetappe van afgelopen jaar. Dus ja, allemaal in Enter, hè? Zijn ze gek op. Beste voorbereiding op een NK? Nou, het liefst zou ik zeggen, je moet een aantal etappekoersen voor die tijd hebben gereden. Je moet dan de laatste week goed herstellen, dan kom je goed beslagen ten ijs. Oké, en waarom moeten de mensen naar Enter komen? Het mooiste wielerdorp van Twente. En daar komen de goede wielrenners vandaan. Natuurlijk ook uit Denenkamp, daar hebben we net een nieuwe kampioen, Jelle Johanning. Maar Overijssel staat aan de top met het leveren van goede wielrenners. We hebben hier ook twee natuurlijk, Rick en Ilse Pluimers. Die laten zich ook voortdurend gelden. Okay. En dat moeten we hebben. Hans Boom, voormalig Nederlands kampioen wielrennen bij de amateurs. Wat is de beste voorbereiding op een NK? Ja, wil je een trui in binnenhalen, zou ik zeggen van ga achter een brommetje trainen en probeer een etappewedstrijd te krijgen van tevoren. Dan kan je dat opleveren misschien.
Het is een echte Nederlands kampioen trui. Ja. Ben je trots op, Hans? Nou ja, kijk, het mooie is in het wielrennen, als je een trui wint, dan mag je daar een heel jaar mee rijden. En dat is echt een fijne manier om dan weer aan wedstrijd mee te doen. 40 jaar geleden is dit? Dat is bijna op de kop af 40 jaar geleden. 3 dagen langer. En wat is de reden dat de mensen naar Enten moeten komen? Nou, wij gaan naar Enten natuurlijk om de jonge talenten te zien. De jonge Mathieu van der Poels. Want die willen wij ook aan het werk zien. En die willen wij ook graag zien als ze later goede beroepsrenners zijn. En daar buiten kijf is natuurlijk Enten het dorp van Nederland voor wielrennen betreft. Oh. En dat is in het verleden geweest. En dat gaan we nu ook zeker weer waarmaken. Wij zien u graag 2 juli hier bij de Ronde van Enter, de Ronde van Twente en het NK. U kunt hier shoppen, u kunt hier eten, u kunt hier fietsen, u kunt hier lopen. Kortom, in Enter kan je alles. Kom naar Enter!
Dan komt de eerste keer de ronde van Twente dan daadwerkelijk langs. Om vervolgens een plaatselijke ronde van 8 kilometer af te leggen. Dan krijgen wij doorkomst bij de finish. En dan krijgen zij de bel voor de laatste ronde. En dan verwachten wij hier de finish rond een uur of 2:30. En na die finish van de Women's Series hier in Enter krijgen wij uiteraard de huldigingen nog voor de kiezen. En ondertussen gaan wij dan door met een criterium voor nieuwelingen en junioren meisjes. Zij gaan 50 kilometer hier afleggen door het centrum van Enter. En als die wedstrijden gefinished zijn, krijgen we nog de dikke bandenrace voor de jeugd uit Enter. Rond 4:30 gaat die plaatsvinden hier in het centrum. Om vervolgens te gaan starten met het NK. Het NK voor junioren vindt dus hier plaats in Twente. Hier ook bij de Ronde van Enter allemaal vertegenwoordigd. Na de start van het NK bij junioren gaan we door met een criterium. Wederom 50 kilometers hier door mooie Enter. En dan volgensnog gaan wij dus de finish krijgen tussen de 7:30 en de 8:00 hier aan de Bonnebroekse straat. Dus dames en heren, welkom hier in Enter. We gaan een geweldige wielermiddag krijgen. Geweldige wedstrijden. Als ik kijk naar het kruispunt, ja, daar is het nog rustig. Dus we zijn nog in afwachting. Rond de klok van 2:00 krijgen we dus de eerste doorkomst. Of de eerste doorkomst niet over de finish, maar over het kruispunt. Dus bent u in de buurt, kom naar buiten. Het is geweldig weer. Het zonnetje schijnt hier in Enter en we gaan er een topdag van maken. Dus we zijn in afwachting rond de klok van 2:00 gaan wij hier een passage krijgen net achter de finish. Op het kruispunt gaan wij dus een passage krijgen van een tot nu toe nog compleet peloton. En daarna gaan we dus verder met de wedstrijd voor de nieuwelingen meisjes en junior dames. Ja, dat gaat één grote wedstrijd worden. We hebben dan een 3-ronde-klassement, 3 series van 3 premies. 20 eindprijzen en een leidersprijs. En iedereen mag daar met een juniorenverzet rijden.
Ja, en terwijl op het beeldscherm de Tour de France momenteel erop is, kunt u daar natuurlijk nog heel even naar kijken. We hebben daar vier koplopers met Magnus Cort Nielsen, Biström, Pierre Roland en Bart. Kleine voorsprong op het peloton. Ja, en ook daar wordt het een en ander verwacht vandaag met de wind. Die toch wel parten gaat spelen daar in Denemarken. Ja, en als u dan denkt van ik kan kijken. Ja, kunt u ook even naar buiten kijken. Want het is prachtig weer. We hebben een prachtige wielermiddag hier voor de boeg. We gaan het vandaag meemaken. De ronde van Twente. De ronde van Enter. Verschillende wedstrijden vandaag de hele dag. Langzaamaan komt die karavaan. Van de Woman Series, ja, die komt dichterbij. We gaan ons dan opmaken voor een eerste passage op het kruispunt. Dan gaan zij nog twee plaatselijke rondes afleggen van totaal 8 kilometer. Krijgen wij hier nog een doorkomst over start-finish. Krijgen zij de bel en gaan zij hier...